Met deze nieuwe set gaan we naar het pretpark. En wat voor een. We gaan op ruimteavontuur. Ballonnen. Met deze Lego Creator 3-in-1 ruimteachtbaan kan je allerlei attracties maken in een ruimtepretpark. En als je kijkt op de doos, dan zie je al meteen een hele hoop. Bijvoorbeeld dat het een 9-plus set is, dat het een 3-in-1 set is. Dus je kan met de steentjes in deze doos 3 verschillende bouwwerken maken. En we zien iets over batterijen, dat die erin zitten. Dat heeft vast te maken met die light brick, een lichtsteen die erin zit. Ik draai de doos even om. Ja, daar zien we het nog een keer bevestigd. Light brick included, een speciale verlichtingssteen waarmee je bouwwerken nog meer tot leven kan laten komen. En hier kan je ook duidelijk zien welke 3 bouwwerken je kan bouwen met de steentjes in deze doos. Dat is in eerste plaats natuurlijk de ruimteachtbaan zelf. Heel gaaf ziet hij eruit met een soort van kronkelspoor. We hebben nog iets van een draaimolen met 2 zitplaatsen en een vrije valtoren. Genoeg om allemaal misselijk mee te worden. Ik bouw het liever gewoon van Lego. Dus ik stel voor dat we in de doos gaan kijken. Voor een doos van dit kaliber heb je aan 2 duimen weer voldoende. Altijd maar de vraag of het er ook echt in zit, hè? Grapje. Lego stelt daarin nooit teleur. Nou, er zit genoeg in. En bouwinstructies. 1, 2, 3 boekjes. En wat opvalt, het bouwwerk dat ook groot op de voorkant van de doos staat, de ruimteachtbaan, dat is ook echt het dikste boekje met grote afstand. Dat is ook het grootste bouwwerk waarin alle steentjes vermoedelijk tot hun recht komen. Bouwwerk 2 en 3, die worden steeds iets kleiner. Wat natuurlijk leuk is, omdat je en een leuk bouwwerk hebt en je hebt steentjes over om nog iets anders te bouwen. Ik kies ervoor om te beginnen met de ruimteachtbaan. Zo, tijd om de vlag te planten. En daarmee is zakje 1 en 2 al klaar en er staat al best wel wat. We hebben hier al een mini-attractie voor de baby die samen met papa mee is naar het pretpark. En ik heb hier al een heel stuk van de baan, planeet Aarde. De vlag die ik zojuist heb geplant, die is daar gezet door een astronaut of zo. Want ik zie hier voetstappen in het regoliet, het maanzand. Tijd voor zakje 3 en 4 en dan ga ik lekker verder bouwen met de rest van de achtbaan. Kijk, ik zie dat ik daar nog die grote grondplaat voor nodig heb. En deze. En zakje 3 en 4. Ik ben nu bezig met de daktuin. Je moet toch ook je groente hebben en je zuurstof, hè, op de maan. En wat mij opvalt eigenlijk aan deze hele maanbasis is hoe alles ronde vormen heeft. Heel veel ronde steentjes zitten hierin. Dat is nooit verkeerd om in je verzameling te hebben. En het maakt ook een heel interessant gebouw. Kijk. Echt super vet. Maar ja goed, uiteindelijk wil je natuurlijk ook nog de achtbaan in. Dus laten we eventjes een stukje vooruit spoelen om te kijken hoe de achtbaan eruit ziet als die af is. En hij is af. Niet alleen is de maanbasis uitgebreid met een heuse antenne. Het stukje achtbaan is ook uitgebreid met een enorme rest van de achtbaan. En wat een gave beeld is dit. En er zit ook zoveel in. Wat ik heel tof vond zijn alle kleine mini-builds die erin zitten. Zoals een planeet met heel slim gebruik van de ringen, hè, van Doctor Strange, zoals we die ook kennen, hier gebruikt. Een meteoriet, hè, met lightbrick. Hier zit hij verstopt in deze beeld. Heel tof. Een enorme raket, een marswagentje. Natuurlijk die planeten, de vlag, de maanbasis. Ja, en natuurlijk de karretjes zelf. Heel leuk. Heel tof ook dat het een soort space shuttle is in 3 delen. Met aan de achterkant die enorme motoren en aan de voorkant die herkenbare neus van de space shuttle. En zoals we net ook al zagen, kunnen we aan de achterkant naar binnen. Hier door de maanbasis heen. En hier, als je aan de beurt bent, je stapt in. Je gaat omhoog. Je voelt de spanning stijgen. Je denkt, oh, gaan we echt zo hoog? Gaat hij nog hoger? Jazeker, hij gaat nog hoger. En hier gaan we, hoor. Woehoe! Ja, superleuke set. Hier zit een elementje in de rails. En als daar het karretje overheen rijdt, dan beweegt hier een klein komeetje mee. Dat vind ik echt superleuk gedaan. We doen hem in slow motion. Woehoe! En daar gaat hij.
En hier wordt natuurlijk ook nog weer de foto gemaakt, hè? Op het moment dat je op zijn allerhardst omlaag gaat. Ja, en wat verder opvalt naast al die gave details in deze set, is hoeveel ook goede bouwblokjes er eigenlijk bij krijgt. Die hele onderkant is gemaakt met echte ouderwetse goede bouwblokken. Grijs en zwart om de ruimte na te bootsen met sterren. Je kan daar dus alle kanten mee op. Je kan hier heel veel mee bouwen. Ja, ik vind eigenlijk alle details wel mooi. Oh! De alien, hoe cool is dat? Ze hebben dus niet alleen andere planeten, maar ook gewoon andere dimensies. Of misschien wel andere zonnestellen in deze beeld verwerkt. Heel cool. Maar ja, het feest is nog niet klaar. Want je kan nog 2 sets bouwen vanuit deze steentjes. Dus ik stel voor dat we eens gaan kijken naar het tweede beeld. En dat is een, zullen we de vrije val doen? En hier heb je hem al, de vrije valtoren. En wat een gave set is ook dit weer. Ik zal eerst even demonstreren waar de lightbrick zit. Eigenlijk waar je hem verwacht, hè, met zo'n enorme space shuttle. Die moet natuurlijk een uitlaat hebben die echt brandt. Space shuttle zelf is ook leuk om te bouwen. Wat wel een leuke mini-build is de satelliet bovenop. Natuurlijk de attractie voor baby, die in alle 3 de beeld zijn eigen attractie heeft, vind ik wel super attent. Kan die ronddraaien door hierboven te draaien. Wat verder ook opvalt misschien, dat is dat de minifigs, die hebben hun kleding helemaal gewisseld. Dus bij de vorige set hadden we een vader die met de kinderen naar het pretpark ging. Hier hebben we een vader en moeder of een setje, geliefde, vriend, vriendin, die samen deze enge toren ingaan. Ze moesten daarvoor wel langs de parkmedewerker met de meetstok om even te kijken of ze wel lang genoeg zijn om in deze attractie te mogen. Leuk detail. En vervolgens ga je omhoog tot dit punt waar je hangt aan slechts 1 Lego steentje. En door aan dit tandwiel te draaien ga je daadwerkelijk omlaag. Ik zou zeggen, knipper niet met je ogen. Ik ben blij dat ik hem alleen maar hoef te bedienen en niet erin zit. En al zijn we er nog niet, want naast deze variant is er nog een laatste. En dat is de draaimolen. En daar staat hij, de draaimolen. De derde en laatste beeld die Lego bedacht heeft om te maken met de stenen uit deze set. We hebben sowieso voor baby weer zijn eigen attractie. In dit geval mag hij met zijn moeder op de foto. Er is een medewerker die het heel druk heeft, want die moet en daar helpen en hier helpen bij een, enorme draaimolen. Oh, de lightbrick. Ik zou hem haast vergeten. De verlichtingssteen. Als je het knopje indrukt, dan wordt de ingang onheilspellend rood verlicht. Wat al een beetje een voorbode is voor wat komen gaat. Want ja, ik zou denken, wie wil hier nou in? Een draaimolen, maar niet zomaar één. Hij draait echt heel hard rond. En schommelt ook nog eens een keer. En als ik hem omdraai, op het moment dat hij gestopt is, dan kan hier de brug naar het karretje gebracht worden. En dan kan je uitstappen, instappen, gaat hij weer omhoog. Hoppakee, volgende erbij, gaat hij weer omlaag. Volgende instappen. Ja, en dan gaat het echt beginnen. Ja, je moet er maar van houden. Al met al is dit gewoon de perfecte set. Of je nou van technologie houdt, wetenschap, pretparken of gewoon van Lego. Wow, raket, achtbaan, ballonnen. Wow. 2 mannetjes. Allemaal verlichting. Wat is dit? Gek ruimteschipkarretje. Oh ja, je kan het zo naar voren doen. Wacht, zou het ook nog. Of op een andere manier. Meteen. Oh. Dat is vet. Wow. Hier, kijk. Jeetje. Vet. Compleet anders. Een andere achtbaan die rond kan draaien. Wow. En ik heb gehoord dat er een steentje verstopt zit die licht kan geven. Ja, ik heb hem al. Oh. Wow. Oei, joh. Hier binnen. Foto's. Ja, dat is een fotohokje. Oh ja, die is een cameraatje. Met verlichting. Die is wel vet gemaakt. Weer een nieuwe achtbaan, denk ik. Oh, dan hier weer draaien. Oeh. En dan kan je hem weer omhoog brengen. Ja, die raket vind ik ook wel vet in het systeem,